Vandaag bij basisschool De Bunders van Skiethof. Goedenavond. Hi. Hi. De school gaat plat. Ja, helaas. Ja, en nu zien we allemaal een hele oude kinderen. Hele oude kinderen. Jullie hebben vandaag de reunie. Dat klopt, ja. En dit is de laatste keer dat ze kunnen komen kijken. Dit is de laatste keer dat iedereen naar zijn oude school, de Gede school, kan komen kijken. En is er ook een opkomst? Goed, heel erg goed. Meer dan dat we verwacht hadden. Ja, wat hadden we voor? 200 en ik denk dat we nu op 250 mensen zitten. En wat is nou het doel van de avond? Eigenlijk herinneringen ophalen, één keer nog door het oude gebouw heen lopen en mensen ontmoeten. Is het gebouw op? Is het tijd voor een nieuwe school? Ja, het is helaas, want destijds was het een moderne school, maar het is op, het is klaar. Het voldoet niet meer aan de moderne eisen, dus het is wel nodig dat er een ander gebouw komt. Wat zijn de beperkingen waar jullie nu als in deze school tegenaan lopen? Ik denk sowieso dat de verwarmingssysteem een probleem is, volgens mij. Ik ben dus een oud-leerling, dus ik heb het alleen van horen zeggen. En de moderne digitale eisen, dat soort dingetjes, die zullen toch denk ik een probleem zijn met de belichting hier. Ja. Hoe is het dan nou om als oud-klasgenoot nog één keer door je school te kunnen lopen? Heel leuk. Oud-klasgenoten ontmoeten. In het andere gedeelte van de school is het echt nog de oude lampen zelfs. En ja, is gewoon nostalgisch eigenlijk. En het is ook wel een stukje... zeker, ik kom nog uit Veghel, loslaten weer. Van oké, dit was het dan. En tegelijkertijd beseffen we dat het ook gewoon nodig is om een nieuw gebouw neer te zetten. Ja. Ja, waar je vroeger kon zeggen, daar, of tenminste in de toekomst vroeger kon zeggen, kijk, daar heb ik op school gezeten. Kon je alleen maar dadelijk zeggen, daar stond mijn school. Daar stond mijn school, dat klopt. Ja. En daar komt een nieuwe school. En daar zeggen over 40 jaar nieuwe leerlingen, daar heb ik op school gezeten. Ja. En die gaan hetzelfde zeggen als u. Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop dat ze net zo mooie herinneringen hebben en net zoveel drive hebben om dan weer herinneringen op te halen als dat wij nu hebben. Als ik dan uw mooiste herinnering die u hier gehad heeft? Groep 8 denk ik toch wel, de musical. Dat was voor mij nog de 6e klas. En onze musical heette De Reunie, dat is ook heel grappig. Maar die hebben we ook op de Watersteeg gespeeld en die hebben we hier gespeeld. En het feit dat je dan met een hechte groep afscheid neemt, ik denk dat dat de mooiste herinnering is. Het voelt goed om de school dadelijk zo achter te laten en hier een kraan te zien staan. Nee, dat is heel gek. Ja, ja, dat blijft een raar idee. In ieder geval, dankjewel dat wij even mochten komen kijken. Ja, heel erg graag gedaan en dank jullie wel.